Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben wolkenvelden en die wolkenvelden die hangen samen met een zwakke storing die vanochtend over ons land trekt. Soms breekt de zon door, maar er kan ook een enkele bui vallen vanochtend. Op veel plaatsen blijft het echter droog. Het is 12 tot 15 graden vanochtend en er staat niet al te veel wind vanuit het zuidoosten. In de loop van de dag draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten. De bewolking wordt geleidelijk aan dikker en er kunnen stevige buien gaan vallen met kans op onweer in het zuidoosten van het land. Maar het is nog wel warm. En vanavond hebben we ook nog met wolken en buien te maken die vooral over het oosten en het midden van het land trekken. Later vanavond wordt het droog. Morgen is het tamelijk wisselvallig. In de ochtend is het op veel plaatsen nog droog en in het westen kan de zon doorbreken. Maar in de loop van de dag wordt het weer nat en met 18 of 19 graden is het minder warm dan vandaag. Maandag is een dag met veel buien en dan wordt het 18 of 19 graden en een zuidwestelijke wind. Dinsdag staat er veel wind vanuit het zuidwesten en ook dan is het wisselvallig met zon, wolken en een bui. En ook op woensdag is een enkele bui mogelijk. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.